Televisie wordt steeds persoonlijker. We hebben het vorige winter al 100 keer gezegd. En deze prachtige trend zet zich door. Steeds meer publieke figuren vertellen ongevraagd over hun grootmoeder, over hun petekind of over de jammerlijke verzakking van hun zwaarste lichaamsdelen. Ik ben onlangs 30 geworden en dan wordt het natuurlijk wat moeilijker, want dan begint hier en daar de zwaartekracht zijn werk te doen. Oei, oei. Als mijn petekind dat ziet, dan val ik in kosten, want zij schrik op dat soort gadgets. En het is uitgerekend vandaag dat onze Bon haar 90ste winter ingaat. En ik zou van de gelegenheid willen gebruikmaken om haar hartelijk proficiat te wensen. Wie weet heeft onze chef ook wel een bomma. Dus bommas, iedereen gelijk voor de wet, bellen maar. De mensen zijn er al lang niet meer, hoor, helaas. Omdat van bekende Vlamingen perfect geweten is wie met wie is, hoe lang al en waarom, worden programma's steeds vaker aangekondigd aan de hand van de persoonlijke gezinssituatie. En natuurlijk geen donderdag zonder Jambers. Althans voor u. Oude playboys, dat is het thema van Jambers vanavond. Ja, ook mij blijft hij telkens verrassen met zijn onderwerpen. Ik zou zeggen, kijk ernaar, geniet ervan. Het is een mooi programma. Ook hierover discussieert het panel. Mijn partner is een stuk ouder dan ikzelf, maar dat wist u al. Persoonlijke ervaringen die op het eerste gezicht niet het minste belang hebben, dragen in aanzienlijke mate bij tot de band met de kijker. Je verneemt wie supportert voor welke voetbalploeg, of een journalist zit al een hele dag met een populair deuntje in zijn oren, of de presentator is eens iemand tegengekomen, op een receptie of gewoon in de gang. Ja, en van Verstraeten gesproken. Die heb ik daarnet nog gezien toen u naar Wittekerke keek. En hij was nog druk in de weer met 3 toch wel gevoelige onderwerpen. Dani, vertel jij het maar. En dan een knappe zege van Geel op Waregem 2-3. VTM-directeur Guy Helze, een groot supporter van Verbroedering, geeft vanavond een groot feest bij hem thuis. Iedereen is welkom. Nee, en Nummiki de Pavan Jacques Brel zit nog altijd in mijn oren. Ja, Axel Red in gesprek met Rudy Lanses. Ik heb haar voor het eerst ontmoet tijdens het gala van de Gouden Schoen begin dit jaar. Het is volgens mij onmogelijk dat er bij de internationale sterren iemand sympathieker is dan zij. Niet dat ik er al een tweede ontmoet heb, maar zij is de tofste. Fantastisch. Het is alsof je met de presentator op café zit. Maar ook onder elkaar worden ze steeds familiairder. De boodschap is, wij vormen 1 grote familie. Ja, een goeie nacht Ingrid en een goeie avond en nacht, dames en heren. Bedankt voor het kijken alvast. Ik zou zeggen, ik had die rij voorzichtig straks. Ja, en liefst ook met 4 wielen. VTM later krijgt je rond 12:15. Ingridje, dat is nachtwerk. Dat was het voorlopig, Mark, vanuit het Zuidstation. Terug naar jou. Dankjewel, Marleen, en tot vanavond. De volgende stap is dat de afspraakjes die vroeger steels in de refter of in de gang werden gemaakt, tegenwoordig rechtstreeks worden uitgezonden. En als het morgen even goed wordt, Eddie, dan gaan we samen wandelen. Kwikstanden van 15 tot 16 graden. We gaan samen op terrassen te vrijdag namiddag. Ja. Het kan dus. Ideaal. Ja, ik heb tijd. Een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen veel zon en 16 graden. We gaan dat trouwens meteen bekijken. En inderdaad, een terrasje. Morgen namiddag afspraak om 3:00. En in de namiddag ons terrasje. Hè? Dat gaan we zeker doen. Ja, ik neem je op je woord. Niet doen. Het is zeer de vraag of dat nog beter kan, Rob. Zo, daar ben ik weer. Het is bijna tijd voor het journaal. Daar kan u thuis gezellig samen naar kijken. U wel, want mijn partner is er vandoor. Meer daarover in het journaal. Goedenavond en welkom in dit journaal met... Guy Mortier. Rob van Oudenhoven. Wim Obroek. En Mark Uiterhoeven. Dat waren meteen de 4 hoofdpunten. Maar we beginnen met buitenlands nieuws. De Chileense ex-dictator Augusto Pinochet geniet dus geen internationale onschendbaarheid. Pinochet wordt verantwoordelijk geacht voor het folteren en doden van zo'n 3000 mensen, voornamelijk tegenstanders. Een bijzonder sympathiek man trouwens, die Augusto Pinochet. Van alle dictators die ik al ontmoet heb, is Pinochet zonder twijfel de sympathiekste. Niet dat ik er al veel ontmoet heb, maar Pinochet blijft toch de tofste. Ik vind persoonlijk Kabila toffer. Nee, ik vind Pinochet toffer. Althans, Kabila kan wel sympathiek. Het binnenland. Er is belangrijk nieuws uit de medische sector, Wim. Inderdaad, Mark. Want alle Belgische koeien krijgen vanaf 1999 een spiraaltje ingeplant om... Sorry dat ik je onderbreek, Wim, maar dat doet mij eraan denken. Heeft jouw vrouw nog last van die vaginale schimmels? Ja, ze geraakt er moeilijk vanaf, ja. Blijven smeren, Wim.
Daarnet in de gang zag ik Danny Verstraeten druk in de weer met drie gevoelige onderwerpen en Ilse de Meulemeester. De drie gevoelige onderwerpen zijn niet klaargekomen en dus vervolgen we dit journaal met een vooruitgeschoven weerbericht. Er is inderdaad kans op motregen die kan aanvriezen. Voorzichtigheid is geboden, zo niet dreigt een nieuw ijzeldrama. Van ijzeldrama gesproken, het scheelde niks of ik was daarbij geweest. Ik weet nog goed dat ik dacht, zal ik vanavond eens naar het ijzeldrama gaan? Maar er kwam iets tussen en ik ging niet. Ja, ja, zo weinig heeft dat gescheeld. Een uitgebreid weerbericht krijgt u aan het eind van... Men meldt mij nu dat mijn grootmoeder overleden is. Meer daarover uiteraard in onze laatavondeditie. En we blijven in het binnenland. In Tubeke is de collegeleraar die jarenlang zijn leerlingen seksueel misbruikte ontslagen. Nogal wat anders dan meester De Beukelaar van de derde klas die het hele lager onderwijs lang zijn poten niet thuis kon houden. Ja, u De Beukelaar! En mij zag hij niet staan. Kleine correctie, het is niet mijn grootmoeder die is overleden, maar die van jou, Rob. Bedankt, Mark. Wim Obroek is ter plaatse en hij kan ons ongetwijfeld meer vertellen. Wim? Ja, Rob. Ik ben er echt niet goed van. Ik heb daarnet een broodje proberen te eten. Maar dat is er onmiddellijk weer uitgekomen. Tussen haakjes. Vannacht heb ik in de Carré Goedele Liekes gezien. En jullie raden nooit met wie die daar een tong stond te draaien. Herwig van Hoven. Luc Allo. Jasmin. Juist geantwoord, alle drie. Een beklijvende reportage daarover dinsdag in Telefax. Dat is afgesproken, Wim. Voor de sport nog een opsporingsbericht. Inderdaad. Op woensdag 2 december verdween rond 7 uur 's avonds Anita Kuppens, mijn echtgenote. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg zij een blauwe broek, mijn blauwe gestreepte trui en die dikke korte skias die ze vorig jaar met kerstmis van haar moeder heeft gekregen. Anita heeft een interessante lichaamsbouw. Zwarte halflange haren en, ze zal het niet graag horen, een lichte snor omdat de veet op was. Ze heeft ook een piercing. Maar ik zeg niet waar, want als u die heeft gevonden, kom ik persoonlijk op uw gezicht slaan. Wie inlichtingen heeft, kan bellen naar de politie van Tervuren, 02-207-4538 of gewoon naar mij thuis, Mark. Dat is afgesproken, Rob. De sport. In de tweede voetbalklasse heeft KV Mechelen RWDM verslagen met 1-2. Het was een verdiende zege, we waren gewoon beter. Die Brusselse boeren hebben nog veel geluk gehad dat die vuile zwarte na de rust twee penalties niet heeft gefloten. Na de wedstrijd hebben de Jos, de Frakke, de Bart en de Said de auto van de scheidsrechter flink in elkaar getrapt. En er is nog meer sportnieuws, Guy? Inderdaad. Na de voetbaltopper in tweede klasse, RWDM KV Mechelen, zijn rellen uitgebroken. De wagen van de scheidsrechter werd zwaar beschadigd. Eén Marokkaan werd gearresteerd. Tot slot het weer. Zoals Guy daarnet al zei, mannen, is het zo koud dat we ons terrasje zullen moeten vergeten. Oh. Ja, ik stel voor dat we samen naar die sauna gaan in Melsbroek. Maar pas op, het zal niks zijn voor de gevoelige nieuwslezers onder u, want Roland Lomé en Mimi Smit komen ook. Zo, dit journaal zit erop. Het laatavondjournaal presenteer ik u omstreeks 16:45. Dat betekent, Anne, dat jij ons Tess moet gaan afhalen. Ze zit bij Laura thuis, ze gingen een film huren. Bedankt voor het afhalen. Voor het kijken.